Ja, van de woningstichting, woningbouw, het is maar net hoe je het wilt noemen. Bestaat 100 jaar, dus ja, hebben we een feestje, hola, die. Just like you. And nobody here now. I hear you calling out. I hear you calling out. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En oprecht alweer een goede middag. Want het is al 14:48 uur. Maar de kinderpret niet boeien, nee. Ik wens jullie wel een hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik heb, vannacht weer eens niet kunnen slapen. Ik viel pas, tussen 7 en 8 viel ik pas in slaap. Kan je nagaan, hè? Wanneer een normaal mens uit bed komt. Dan viel ik pas in slaap. Ik kon de slaap niet vatten, dat was nog zo. En dan ook zo misselijk wel moe zijn, maar niet kunnen slapen. Nou, dan weet je het wel, hè. Kan je mij 's morgens sowieso al afschrijven. Maar ook dat kan het pret niet boeien. Nee. We gaan er gewoon lekker tegenaan. Ik heb de wasmachine trouwens ook al draaien, hoor. Ja. Ik ga er nou nog de meisjes uit laten. Ze zijn ook een aantal keren wel in de tuin geweest. Ja, je moet ook naar de wc, et cetera. Even goed, dat gaat ook allemaal door. Ondanks dat je moe bent en lekker net ligt te slapen. En je moet naar de wc, ja, dan word je toch weer wakker. En nou, dan ga je maar weer in bed, ja. Maar in ieder geval, ik heb ook al verder aan niemand verantwoording af te leggen. Dan enkel aan mijzelf en aan de diertjes. Nou, de diertjes die krijgen alles genoeg. En ik ga zo lekker weer met ze lopen. En als ik terugkom, dan krijgen ze een koekje. En dan pak ik de booster. En dan ga ik even naar mijn achtertuin toe, oftewel de Oude Rijkswerf. En kijken wat daar allemaal ontstaat. Want we hebben dit weekend weer feest. Ja, van de woningstichting, woningbouw, het is maar net hoe je het wilt noemen. Bestaat 100 jaar. Dus ja, hebben we een feestje. Hola, die heeft zo ook wat kosten, hoor. Ja, geloof dat gerust. Maar ja, als jij jarig bent, moet jij trakteren. Ja, en dan kost het jou alleen een geld. Oké, de mensen die op jouw verjaardag komen, kost ook geld. Want die nemen meestal een cadeautje mee. Maar nou vieren hun 100ste verjaardag, laat maar zeggen. En ze doen wel live muziek bij, weet ik van wie er allemaal komen. Er komen allemaal beroemde mensen. Maar in ieder geval, behoren hun dat te betalen. Maar je zal intrek moeten betalen, of weet ik van. Ik weet het niet, hoor. Maar ik ga er wel vanuit. Nou, en ik heb er het geld niet voor. Dus mocht het al zo zijn dat het, wat ik intrek alles moet betalen, dan is het sorry. Belori, maar dan ga ik er niet heen. Maar ja, vanavond is het de aftrap, werd er gezegd om meende 8:30. Maar dat valt wel weer op te zoeken op internet. En dan komt het allemaal wel weer goed. En misschien kom ik er ook wel achter of dat geld gaat kosten, ja of nee. En anders, ja, ik ga zo even op onderzoek uit. En misschien kijk ik het ook wel aan die of die vragen. Van, weten jullie daar meer van? Ja, toch? En een drankje, dan kan ik thuis ook krijgen, dan hoef ik daar niet voor te wezen. Nee. En dus, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles. Maar geniet ook gewoon weer met ons mee. Ja, lieve vrienden, ik ga er dus even vandoor. Ik heb mijn vest al aan, want het scheelt wel een jas, ja. Dus ik gebruik mijn vest als jas. Maar het was wel op het kruispunt. Bij Dijkzicht, waar ik altijd langs loop, was het een roetje koud. Wind van de zee. Toen ga ik al mijn vest op dat moment verdwijnen. Maar zodra je die bocht weer voorbij bent, dan is het wel lekker, weet je. Maar het waait wel flink. Maar ja, we hebben ook vannacht ook best regen gehad. Dus ja, dat iedereen is weer blij en het is weer koeler. Nou, ik vind het mag voor mij wel weer een paar graden warmer worden, want bij gisteren vergeleken is het wel extreem afgekoeld. Ja, normaal, ja, je kunt het beter handelen als het langzamer gaat. En niet van de ene klap op de andere klap, want daar word je juist fysiek van.
En ja, gegarandeerd, dan heb je die ene virus weer, hè? Ja, maar ja. In ieder geval, ik ga mijn tas om doen. Ik zal even de boodschappentas doen, pakken, want ik moet ook naar de zomer. Dus die gaat ook mee. Ik moet even twee zakken voor de meisjes halen. Twee zakken vrolijk van die hele kleintjes. Ja, hele kleintjes. Dus die gebruik ik als snoepjes voor onderweg. Dus ja, dan moet ik wel weer even voorraadje hebben, want het tasje is bijna leeg. Dus ja, dan moet je dat toch weer hebben, hè? Dus ja, ik ga er dan lekker er even vandoor, frisse neus halen weer en even, ik ga eens naar de overkant, naar mijn achtertuintje, ja. Wat ik zo'n achtertuin had, ja, wat ik zo rijk was, ja, dan had ik niks te vrezen. Nee, want de rijken worden rijker, de armen worden armer, ja. Nou ja, moeten we met elkaar gaan doen, jongens, ja. Met elkaar, dat zien te handelen, ja. Want ik vind het zonde hoor, dat daar het uitgaansgebied nou in zit. Al die historische panden. Vind ik zo erg. Maar ja, wie ben ik, hè? Maar oké, lieve vrienden, geniet ze. En ik ga jullie meenemen met mijn mobiel. Ik laat dit ding thuis. Ja. Dus ik zeg, geniet ze van het kleine ritje. Ik weet niet wat er te zien is. Ik weet het echt niet. Maar dat zien we straks wel weer.
Ja, lieve vrienden, ik denk ik kom maar weer eventjes tevoorschijn. Ja, het is alweer reeds, we zien 19:46, dus ja, ik ga rap met de meisjes eruit. Want ik wil wel op tijd op de Oude Rijkswerf zijn. Ja, om half, nee, nou lieg ik weer. Nou moet ik weer even de boel bekijken. Het is mij doorgestuurd. In dat boekje zag ik het niet staan, hè? De tijden, et cetera. Nee. Karin hebben. Karin, waar sta je? Daar staat Karin. Kom op, tevoorschijn. Om 21:45 vanavond, dan begint het. Ja. En dan wil ik wel aanwezig zijn. Dus ik ga rap de meisjes uitlaten en dan neem ik wel even een broodje en een bakje koffie. En daarna, ja, misschien ik wel weer hoe laat het dan is. En dan is het erheen, hè, ja. En ik neem beide mee, ja. Ik neem ze allebei mee. Dan moet ik Samsung Hilton intoveren, poppetje aanklikken en dan gaan we zo eerst lopen met de meisjes. Dus ik zou zeggen, ja, ik heb mijn vest aan. Ik heb me al even omgekleed, panty aan, sokken aan. Ik heb mijn laarsjes aan. Ja, want ik had ijskoude voeten. Dus ja, komt helemaal goed. En ik doe mijn vest aan. En mijn nieuwe jas, die, tenminste, het is alweer al niet eens niet meer nieuw. Hij was nieuw. Maar die waterdicht en winddicht is, ja. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles wat met jullie doen. Maar geniet ook zeker gewoon weer met ons mee. Ja, lieve vrienden, het is zover. We zijn op de Oude Rijkswerf aanbeland. Even door mijn vuile scherm heen. Ik weet niet of jullie dat kunnen lezen. Maar dat hoop ik wel. Welkom 100 jaar woningstichting. Welkom! Maar we hebben hier levende lampenkappen. Ik vind dat leuk. Leven de lampenkappen. Goedenavond. Nee, we komen in de vlog. Ja, nee, maar als ik je tegenkom daar, dan heb je toch automatisch de lachen. Ja. Maar nu mag je de levende lampenkappen. Ja, nou, ik vind het geweldig. Helemaal geweldig. Hartelijk welkom. Veel plezier vanavond. Mijn vlognaam op YouTube is Corina met IE en de Beestenboel. Dus zeg het door aan je collega's, aan iedereen. Welkom, dank fijn jullie avond. Wel. Fijn avond. Wat mooi. Kijk eens, lichtjes om de jurk heen. Kijk eens aan. Ja. Een hele fijne voorstelling. Ja, nou dat hopen we, hè. Ja. Vlognaam is Corina met IE. Ja. En de Beestenboel op YouTube, hè. Ja. Mooi. Ja. Leuk. Geweldig. Fijne avond. Niet van, hè. Zeker. Nou, dan moeten we de ingang maar weer eens zoeken. Maar ja, we gaan gewoon achter de mensen aan. En ik heb hem nog in z'n drie. Ik zal hem even wat zachter zetten. Even in z'n één. Zo. Nou, dan ga ik wel weer heel erg langzaam bij die mensen vergeleken. Nou ja, we wachten eraf. Er is al drukte. Aan het eind. Ik zet hem toch even in z'n twee. Hup. Gaat een beetje harder. En dan ga ik daar naartoe rechts. Nou nee, ik word denk ik maar ouder en er niet jonger op. Zoekgeraakte kinderen, ja. Oké. Okay. Ja. Die was aan het roken, was duidelijk te merken. Ba? Kan ik er langs? Ja, kan er langs.
Oh ja, we moeten weer zo over zo'n oranje drempel heen. Dus ja, lieve vrienden, I am so sorry. Dat geeft een hoop gewiebel en pijn in mijn rug. Ik ga toch langs deze kant, want dan kan ik mijn bocht even zo maken. Hallo, hallo. Mag ik u even een mededeling meegeven voordat u doorrijdt? Als u zo meteen tijdens de show aan de zijkant of aan de achterkant van het terrein plaats wilt nemen in verband met het interactieve thema van de theatervoorstelling. Ik ben een vlachter. Dat klopt, alleen u moet snel kunnen uitwijken en daar heeft de theatergroep geen tijd voor om daar rekening mee te houden. Oké, dan krijg ik ook een bandje om, want die hek dus nog niet, hè? Nee, die hebben helaas niet meer beschikbaar. Zijn de linkerkant van het terrein of aan de rechterkant van het terrein of helemaal achterin. Maar u heeft genoeg beeldmateriaal, dat weet ik zeker, want ze gaan de lucht in. Help. Veel persoon, gaat dat goed? Nee, want ik sta in z'n één. Dus dat gaat het er niet worden. Met wat tempo erover. Auw, kijk, dat bedoel ik. Zijn rotdrempels, want dat dan gaat kennen ze beter van die rubberen matten eroverheen leggen. Dat is vele malen beter. Hey man, hey. En hier nog weer zo'n ding. Kijk, weer zo'n oranje drempel en ik vind dat vreselijk. Kijk, en heb je daar weer een rubberen mat. Kijk, dit is een rubberen mat. Nou, dat kan veel beter, dat doet ook niet zeer. Nou, want... Maar ik doe jullie zo meteen uit. Hi maat. Dus ik doe jullie zo meteen uit, omdat ik jullie op een lange statief wil doen. Want zoals jullie al hebben gehoord, moet ik aan de links of nou, ik kan toch ook hier staan. Ik zou niet weten waarom niet. Zo. Nou doen jullie dus er even uit om op de statief te zetten. Een grote statief. En kijk eens wat een kraal. Maar in ieder geval, tot zometeen. Leg geen passen, bekertjes en andere objecten op de grond. Let goed op je kinderen en zorg dat ze bij u blijven. Met rolstoelen, kinderwagens en fietsen kunt u aan de rand van het plein plaatsnemen. Honden zijn niet toegestaan op de speellocatie. Het gebruik van elektronische apparatuur is voor uw eigen risico. Ik herhaal, de voorstelling speelt zich af over het hele plein. Voor u en onze veiligheid vragen wij u aandacht voor het volgende. Houd rekening met mobiele objecten, spelers en vuurfakkels die van verschillende kanten komen. Leg geen tassen, bekertjes en andere obstakels op de grond. Let goed op uw kinderen en zorg dat ze bij u blijven. Met rolstoelen, kinderwagens, fietsen kunt u aan de rand van het plein plaatsnemen. Honden zijn niet toegestaan op de speellocatie. Het gebruik van elektronische apparatuur is voor uw eigen risico. We verzoeken u het hele plein te gebruiken. Dus als er gaten zijn, ga lekker naar voren staan. U bent onderdeel van deze voorstelling. Veel plezier namens onder woningstichting. Er zijn mensen achter op het plein die willen ook graag komen kijken. Dus als iedereen wil proberen zoveel mogelijk naar voren te gaan, zodat de mensen achter op het plein ook op de speelplek kunnen. Alvast bedankt.
Hey! Woo! Ja! 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 Ja!
Thank you.
gaat het ook. Ik sta stil te Lieve vrienden, ik ben al een hele lange tijd weer thuis. Maar ik hoop dat jullie vooral hebben genoten. Ik in ieder geval wel. Ik vond het prachtig mooi. Want je had ogen en camera's en handen tekort eigenlijk. Als een vlogster of een YouTubester zijnde. Of gewoon fotograaf.
ja, gelukkig waren er meerdere fotografen aanwezig, want was er maar één geweest of twee, dan nog. Je hebt handen tekort, je hebt ogen tekort. En het was zo bijzonder. Daar was er wat te zien. In het midden was er wat te zien. Daar was er wat te zien. Over het hele plein was wat te zien. En ik moest lachen. Ik had een foto gestuurd naar Mary. Bij aankomst, tenminste aankomst. Ik stond misschien net kwartier, 20 minuten, weet ik veel. Het was nog aardig rustig, hè. En nog licht. Dus ik maakte gewoon een foto. En die stuurde Mary op. Later zie ik van, nou, rustig mop. Ja. Hallo, tuurlijk rustig, schat. Tuurlijk, om die tijd nog. Begon pas dat het donker werd. En dan had ik ook gemeld. 9:45. Dus ja, maar je moet op tijd wezen, simpel. Maar alle mensen met een scootmobiel of een rolstoel of een rollator of wat dan ook, moesten allemaal links achteraan aan de kant. Zit je er heel dichtbij. Maar het publiek, wat gezond voor leven ladies, moest er gewoon ook meer naartoe. Want die mensen, die stelten en alles, nou dat heb ik nog wel gezien, die begeven zich tussen de mensen. En ook met die hijskraan, hup, ging het van de ene kant naar de andere kant. Vlak boven die mensen. En dan komt het volk komt dan ook in beweging, weet je. Dus dat gaat ook alle kanten op. Maar ja, dat zou ook, dat kreeg ik te horen, met vuur, vlammenwerpers. Nou, maar dat heb ik niet gezien. Dat heb ik niet gezien. Die hele vlammenwerpers niet. Maar ja, ik denk ook, hij kwam langs, helemaal gesminkt, heel mooi. Of ik wel daar wou blijven staan waar ik stond. Want hun kwamen dan ook met vlammenwerpers, zegt hij. En ik zei, nou, ik kom dan nog even een beetje dicht wel bij mij. Ik zeg, want dat is leuk voor mijn volgers. Ja, maar hoela, ik heb geen vlammenwerpers gezien of wat dan ook. Nee. Maar ja, maakt niet uit. Het was verder een heel mooi spektakel. Enkel, ik begreep het 2-3 keer niks van. Het was niet de enige. Wel weet ik ongeveer dat het verhaal ging over een of andere boze koningin of koning. En een of andere goede tovenaar of tovenares of wat dan ook. Maar dat hoorde ik weer van anderen. Maar ja, het was een andere taal die ik niet verstond. Totaal 2 keer niks. Maar gewoon het spel om te zien hoe mooi dat was. Dat was echt gigantisch mooi. Dus ja, morgen gaan we weer meer beleven. Morgen hebben we ook een optocht door de stad heen. Daar zijn we natuurlijk van de partij. En morgenavond ga ik er gewoon weer heen. En dan zien we wel weer. En ja, ik moet mijn camera iedere keer nou leeghalen. En iedere keer weer aan de lader doen. Dus ja. Dus ik ga hem straks weer leeghalen. Daarna gaat hij weer aan de lader. En ook mijn mobiel er gek mee moeten filmen. Want deze raakt ook leeg. En dus dat ga ik allemaal in een speciaal map even zetten van vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 augustus, feest in Helder, woningstichting 100 jaar bestaan. Dus ja, wat willen we nog meer? En het kost niks, ja, dat er wel. Nou, dat kan ik thuis wel krijgen, ja toch? Maar ook de attracties. Morgenmiddag gaan ook de attracties, geloof ik, kopen. Ja, er is van alles en nog wat is er te doen. Dus we gaan er gewoon weer voor, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet vooral. En ja, steek een duimpje omhoog, geef een reactie. Meld je aan als abonnee. Alles kan en dat is ook allemaal gratis. Dus kom er gezellig bij. Dat maakt mij ook blij. En ik zou zeggen, voor nu, welterust, slaap lekker. Met mooie droom en gezond weer uit je bed zien te komen. Graag tot aan de andere kant van de nacht.